Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag gaan we een keer iets speciaals doen. Vandaag gaan we reageren op Mitty die reageert op onze Fall Guys video. Kort samengevat, ik en Mitty hebben een Fall Guys video gemaakt. Die staat al een tijdje online. En Mitty heeft daarop gereageerd en nu ga ik op Mitty reageren. En ja, oké, dat is een beetje uitmelken, maar het leek mij een leuk idee. Dus hey, waarom niet? Ah, en op het einde van de video heb ik een paar coole dingen te vertellen. Dus, niet doorspoelen naar het einde van de video, maar blijf nog even kijken. Kijk gewoon de video. Oké, we zijn hier op het kanaal van Mitty. En eigenlijk dacht ik wel dat ik een YouTube-maatje was van Mitty. Ja. De video die we willen bekijken, die staat hier. Ik ben zeer benieuwd. Ik ben heel hyped. Alvast een laakje. Superlukje, kijk dan weer een gloednieuw video op mijn kanaal. En vandaag heb ik toch wel een speciaal iemand bij mij. En vandaag is dat Mitty. Mitty, wie ben jij? Nou ja, je hebt het al. Mitty. En als je niet weet wat dat is, dan moet je het ontdekken. Dus dat gaan we nu ook doen. Dat is een goede eigenschap. Ja, bedankt, Mitty. Ik denk gewoon terug gaan doen, zoals altijd. En ik denk gewoon binnen, ik ga gaan binnen. Zoals altijd. Nee. Leren jullie maar eerst patat uitspreken? Niet dat ik weet wat het is. Zeg! Ik ga met de video zou ik even iets willen zeggen. Omdat Mitty op de laptop van zijn buurvrouw aan het spelen was, heeft hij geen gameplay kunnen opnemen. En daarom zullen jullie alleen maar gameplay zien van... Ja, dit was heel kut. Dit was op het moment dat serieus mijn computer kapot was en ik gewoon niet kon opnemen. Klopt. Op mijn computer, dus sorry. Gletscher, we moeten het voor jullie nog eventjes een keertje overdoen. Ik dacht dat... Ik vond het wel een leuk detail om te vertellen in de video, toch wel. Maar maakt niet uit, we zullen nog heel kort zien hoe dat ik het ervan afbreng. En dan zal, omdat ik zo'n barmhartige Samaritaan ben... Barmhartig, ja. Je bent er echt niks te doen, hè. Hij slaat die nog geen mensen moet grieven. Nee, niet grieven, je wordt hier niet gegrieved. Jawel. Dat is, nee. Dat is niet waar, Mitty. Grieven in Fall Guys is toegestaan. Waarom? Omdat ik de koning ben. Niks zeg dat mag. Voilà. Kerel was heel arrogant, ik weet het. Yes, ik ben gekwalificeerd. Ik was gekwalificeerd. Ik ben gekwalificeerd. Oh yes! Je bent nu niet gewonnen. Hij lijkt zelf geschrokken van zijn eigen reactie. Ik ben toch niet gewonnen? Ik ben toch niet gewonnen? Ja, maar dat heb je hem al vergeten of zo. Hé, hey, is goed. Hij weet toch wel, hè? Je laat je niet gek maken door Mitty. Nee! Ik had hem weer gegrieved. Ding dat Mitty niet door had, dat ik hem had gegrieved. Dat is wel jammer. Mitty, als je het ziet, ik had je daar gegrieved en eigenlijk was je door mij dood. Ga ik Belgenpower laten zien. Knolpower. En als ik dit win, knol. Ja, knolpower heb ik... Oh nee. Nee. Ja. Dat is niet grappig. Ik had bijna de win. Oké, het is wel een beetje grappig. Dikke dizzy zo vanuit Mitty. Hey Wouter, je had toch goed geoefend, zei je? Oh, eliminated. Maar nu laat hij de video zien, omdat ik precies de hele tijd dood aan het gaan ben. Dat is niet waar. Maar ik denk dat het toch wel fijn is om te zeggen dat België van Nederland heeft... Eerlijk is eerlijk, Mitty. Ik heb wel altijd van u gewonnen. Ah. Wij gaan een revanche, man. Wij gaan een revanche, sowieso. Nu moet ik niet gaan zeggen. Komt goed, komt goed. Nederland gewoon volledig naar de grond duwt natuurlijk. En dan moet ik nu wat gaan zeggen. Ja, wat vind je daarvan? Geen commentaar. Geen commentaar. Gewoon kut! Maar goed, ik wil Mitty wel super hard bedanken om mee te doen aan deze video. No problem, my friend. Ga ik deze video afsluiten. No problem. Ik vond deze video leuk. Bedankt voor het kijken. Thanks. Mitty. Een dikke vette shout-out naar Gletscher. Zo'n linkje bij onze kanaal. Het is super tof, Rozer. Gaan we eventjes bekijken. Mijn hart. En wat denken jullie? Mitty versus Gletscher 2.0? Ik zie dat zitten. Tot de volgende keer in ieder geval. Oké, laten we nog eerst even een leuke reactie achterlaten. Pim, dat is geen vlog. Dat is een reactievideo. Dat is niet hetzelfde. Gletscher versus Mitty 2.0 komt sowieso. Bij deze confirmed. Goed, dat terzijde. Nu zijn er nog een paar dingen die ik wou zeggen. 17 maart. Knoop die datum in uw agenda. Dat klopt niet. 17 maart gaat het een zeer belangrijke avond zijn. En weet je waarom? Het is aan mijn verjaardag. Oké, dat is de hele dag. Maar die avond ga ik live op Twitch. En wat ga ik precies doen? Ik ga 2 subs weggeven op mijn YouTube-kanaal. Wacht, nee. Op mijn Twitch-kanaal. Ja. Voor de mensen die geen hol afweten van Twitch. Abonneren op Twitch is niet gratis. Daarvoor moet je betalen. Maar omdat ik zo'n barmhartige Samaritaan ben, ga ik 2 abonnementen weggeven. Eentje ga ik gewoon weggeven. En voor de andere gaat je iets moeten doen. Maar dat zult je dan wel zien. Nu, ik hoor heel veel mensen denken van ja, waarom zou ik zo'n abonnement willen?
Wel, dat is heel simpel. Je kunt deze emoji gebruiken. En dat is het ongeveer. Ah ja, en je steunt mij ofzo, ja. En natuurlijk niet te vergeten dat deze zaterdag de ultieme ontknoping gaat zijn van Minecraft UEC 603 Lost Kingdom. Dus zeker kijken. Wordt fucking spannend. Echt waar. Goed, het was dan weer voor vandaag. Ik hoop dat je deze video een beetje leuk vond. En als je het een beetje leuk vond, was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg, ciao.